Hi, ik ben Klaas Verkruijsten, de nieuwe ambassadeur van Don. En ik ben Marie van Kruijsten, jouw dochter. En ik heb diabetes type 1. Ik heb al goede maaltijdtekort. Dat zorgt ervoor dat ik niet zoveel energie heb of niet zo goed groei als andere kinderen. En daarvoor krijg ik ook medicatie. Dus we dachten dat het daar misschien aan zou liggen. Maar het bleek weer diabetes type 1 te zijn. Dus we zijn naar het ziekenhuis gegaan met z'n tweeën. Eerst bloed prikken, want dat is dan vaste prik. Hè? Woordgrap. Om te kijken wat er in het bloed zichtbaar was. En eigenlijk veel eerder dan verwacht werden we het kamertje ingeroepen. En je ziet dan eigenlijk gelijk al aan het gezicht van in dit geval een verpleegkundige die eigenlijk die hele intake altijd even doet. Van er is iets aan de hand. En ik geloof dat ze zoiets zei van ik hoop dat het niet zo is. Maar ik ben bang dat je diabetes hebt. Ja, zoiets. Ja. En toen kwam iemand anders, kwam nog even een extra vingerprik doen. En later nog een ketonenprik. Het heeft zo'n impact. En ik vind jou echt een heldin dat jij gewoon elke dag je bed komt en gewoon weer ervoor gaat en knap aan het leren bent en alles. Maar ondertussen ben je ook aan het strijden op dit gebied. En dat is niet altijd makkelijk. Het is ook zo als ze hier in huis rondloopt en ik hoor een piepje. En dan roep ik bijna automatisch, het zegt pomp. En dan kijk jij eventjes en dan geef je even... Dat vind ik eigenlijk super irritant. Dat vind ik wel een van de irritantste dingen. Ja. Dan pomp dan gaat piepen en papa dan roept. Wat zegt hij? Want dan denk ik, ja, dan moet ik eerst zelf gaan kijken. Ja. Maar ik weet eigenlijk al wel wat de piepje zegt, want ik ken alle piepjes uit mijn hoofd. En wat ik haar gun, en eigenlijk alle kinderen, maar alle mensen ook met type 1, is dat dat niet meer hoeft. We zijn onderweg naar de oplossing. Het gaat best wel hard. Tijd voor een serieuze eindsprint. Toen ze me vroegen of ik ambassadeur van Don wilde worden, zei ik echt gelijk ja. Het was een van de weinige no-brainers uit mijn leven. Ik kan best nog wel spieken over dingen. Maar in dit geval, ik dacht natuurlijk gelijk aan Madelief. Het heeft zo'n impact, deze ziekte. Het ligt zo onder de oppervlakte dat ik het heel goed vind dat meer mensen beter begrijpen wat diabetes type 1 is. Ook wat het verschil is tussen type 2 en type 1. Er zitten grote verschillen tussen. Is het niet hetzelfde, mensen? En dat moeten we ook vertellen. En ik hoop natuurlijk, met heel mijn hart, dat het gaat lukken om in haar leven ervoor te zorgen dat we echt een oplossing hebben gevonden. Stichting Don is een organisatie die natuurlijk al jaren bezig is om gewoon onderzoek te ondersteunen met geld. Gewoon, huppakee, boter bij de vis en ga met die banaan. Zo is het op mij overgekomen en ik word daar heel erg blij van, omdat die diabetes type 1 vraagt ook om een zekere pragmatiek. Zo van, oké, gaan we dit oplossen? Het is moeilijk. Er zijn geen makkelijke antwoorden. Ik vind het heel lief en ik vind het ook heel goed, want... Ik hoop ook dat meer mensen het zeg maar gaan begrijpen en dat er ook wel echt oplossingen gaan komen. Zodat niet dat in de toekomst, ik hoop de nabije toekomst, diabetes niet meer zo'n groot probleem is als dat het nu is. En hoop doet leven. Wie zegt er nou weer hoop doet leven? Hoop doet leven, dat is echt zo, dat is een uitdrukking. Ken je dat niet? Nee. Nou, dat betekent dat als je hoop hebt, dat je dan ook ergens aan vast kan houden als het minder goed gaat. Dan denk je, maar het wordt beter. Hoop het leven. Doe jij nog gymnasium? Hey, Sjaak. Ik leer veel interessantere dingen. Doe, fire!